Ik wil beginnen met Alexander de Roo. Hij is voorzitter van de vereniging Basisinkomen. Ik heb vorig jaar met Alexander de Donut D-Day georganiseerd. Ook in deze kerk. Dus we hebben een mooie samenwerking gehad. En hij zal u meer vertellen over de vereniging. Alexander. Dankjewel, Olivia. Kunnen jullie mij goed verstaan? Goed zo. Welkom allemaal. Basisinkomen gaat om twee dingen. Vrijheid en bestaanszekerheid. Het staat hoog op de politieke agenda. Gisteren heeft het Wetenschappelijk Bureau van Forum voor Democratie een variant van basisinkomen bekendgemaakt. En dat is doorgerekend door het Centraal Planbureau. En Wouter Keller zal er straks meer over gaan vertellen. Overmorgen spreekt GroenLinks op een interne bijeenkomst voor de tweede keer op basisinkomen. En ook over het congres van GroenLinks, de 14e maart, komt het aan de orde. Dus links en rechts is ermee bezig. Wij zijn mensen van verschillende politieke partijen. We zijn activisten, we zijn lid van een partij of niet. En wat wij willen is dat het basisinkomen nu eindelijk in die partijprogramma's komt. En dat mensen op een basisinkomen partij kunnen kiezen bij de volgende verkiezingen. 4 jaar geleden hebben wij als vereniging gezegd, we willen experimenteren met basisinkomen. Dat is toen in het partijprogramma gekomen van de Partij van de Dieren, de Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks. GroenLinks is mee gaan doen aan de onderhandelingen 4 jaar geleden. We zijn het een beetje vergeten, maar het is wel gebeurd. En Katelijne Buitenweg, mijn oud-collega uit het Europees Parlement, die zei, ja, ik ga nu met Jesse onderhandelen. En wat moet er over dat basisinkomen in het regeerprogramma komen? Ik zei, Katelijne, 2 dingen, basisinkomen en experimenteren. En jullie maken er maar een mooie zin van. Die zin werd, alle gemeenten zijn vrij om te experimenteren met basisinkomen. Die is goedgekeurd door Buma, die is goedgekeurd door Rutte hemzelf. Maar GroenLinks deed niet mee aan de verkiezingen en die zin is weer verdwenen. Maar het geeft wel aan, als er genoeg politieke druk is, kan er wel wat gebeuren. Er zijn wel experimenten gehouden. Er zijn 5, 6 Nederlandse gemeenten die hebben experiment gedaan met regelarme bijstand. En de resultaten beginnen een beetje uit te lekken en het lijkt positief te zijn. En dit voorjaar worden die resultaten officieel bekendgemaakt. Net als de resultaten uit de 2-jarige proef in Finland. Daar hebben 2000 mensen, werkloze mensen, een basisinkomen gekregen en ze mochten daar bovenop 50% verdienen. Ook die resultaten worden in april bekendgemaakt. Net als in de kleine proef in Barcelona met 100 mensen. Dus 3 proeven met soorten van basisinkomen worden dit voorjaar bekend. Wij zeggen, het draagvlak voor basisinkomen is nu zo ver gestegen. 4 jaar geleden was 40% voor en 45% tegen. Nu zijn er verschillende onderzoekingen die aangeven dat er een kleine meerderheid voor dat basisinkomen is. Zelfs tot mijn grote verbazing is de meerderheid van de ChristenUnie-kiezers voor. En bij de CDA-kiezers is 41% tegen, maar wel 34% voor. Dus al bijna half om half. Bij D66 was het half-half de vorige keer. We hebben een gesprek gehad met Wouter Koolmees. Daar hebben we basisinkomen 2.0 gepresenteerd. En hij zei, ja, mijn eigen partij is half-half verdeeld. Ik weet niet zo goed wat ik met het basisinkomen aan moet. Maar inmiddels is ook een duidelijke meerderheid van de D66-kiezers voor. En op het laatste panel zullen we ook Emiel Althuis horen om te vertellen hoe de stand van zaken is bij D66. Het draagvlak is groter geworden. En waarom is dat? Vroeger had je 5 jaar WW, kon je rustig omkijken naar een andere baan. Nu is het 2 jaar en volgens de commissie Borslap moet het nog korter worden. Nu is het zo dat iemand die nieuw aankomt bij de HEMA, die gaat 1000 euro minder verdienen dan de mensen die al werken bij de HEMA. En de vakbeweging is niet in staat om dat tegen te houden. En dat komt omdat de vakbeweging verzwakt is. 40 jaar geleden hadden we een organisatiegraad van 35% en nu is het ongeveer 15%. We zullen naar andere wegen moeten zoeken om de mensen weer erbovenop te helpen. We hebben allemaal gelezen over de toeslagellende en daar moeten we vanaf. Dus wij zeggen weg met de toeslagen en voor het basisinkomen. We zeggen wel, die ene toeslag, de huurtoeslag voor de mensen aan de onderkant, die moet blijven. Want dat is 270 euro gemiddeld. En als je die weghaalt, gaat de onderkant te veel onderuit. De commissie Borslap, daar hebben jullie ook over gelezen, was uitgebreid in het nieuws.
Die zegt, flexwerk moet minder flex worden. Ja, dat is een goed idee. Maar ze zeggen ook dat vast werk minder vast moet worden. Nou, om met de woorden van Lodewijk Asscher te spreken, dat is een krankjorm, een krankzinnig idee. Dat moeten we niet doen. Maar wat hij wil, is eigenlijk heel eenvoudig. Als we die 2 miljoen flexwerkers en die 1 miljoen ZZP'ers een basisinkomen hebben, dan hebben ze een vloer waarop ze hun fluctuerende inkomen makkelijk kunnen afvederen. Dan kunnen ze prima bestaan. Als die 2 miljoen mensen die nu in de bijstand en allerlei andere vormen van de uitkeringen zitten, als die er bovenop mogen bijverdienen, dan gaan ze erop vooruit. Als mensen nu gaan bijverdienen, bijvoorbeeld in de WAO, dan moeten ze 70% inleveren, plus de toeslagen verliezen ze. Dan gaan ze er helemaal niet op vooruit. Dus dan zeggen al die WAO'ers, blijf mij maar lekker zitten in mijn WAO, hoewel ze eigenlijk nog wel een restcapaciteit hebben voor betaald werk. En die 5 miljoen mensen met vast werk, wat gaan die doen als er een basisinkomen is? Die zullen flexibeler worden. Die zullen makkelijker ander werk vinden, maar wel op hun voorwaarden en niet op de voorwaarden van de werkgevers. Dus wij zeggen, ga nou eindelijk bij deze verkiezing voor het basisinkomen. Deze eerste teaching basisinkomen is geopend. Dank jullie wel.